Je bent transgender en je hebt een intakegesprek bij een uitzendbureau. De persoon met wie je het gesprek hebt, begint vragen te stellen. Bent u vroeger een man geweest? Je knikt voorzichtig. Is het dan wel handig u aan te nemen gezien uw transgender verleden? Ik bedoel, de klanten zullen ook wel denken van ja, wat moeten we hiermee? Hoe reageer je? Optie A. Je spreekt de persoon aan op zijn gedrag. Het is wettelijk vastgesteld dat je daar niet op mag discrimineren. Dat is dus discriminatie en dat mag niet. Optie B. Je gaat een open gesprek aan over de mogelijke bezwaren van klanten en zoekt samen naar een oplossing. Kunnen we daar niet samen een oplossing voor vinden dan? Optie C. Je weet niet hoe je hierop moet reageren. Je bevriest. Optie D. Je stelt een vraag terug. Hoe denk je dat mensen reageren op jouw rotkop? Daar kun je toch ook niet mee werken? Thank you.